aangeschoven is Francis de Mik. Welkom in de uitzending. Via Cultura Weekend Magazine. Je mag iets dichter op de microfoon gaan zitten. We zijn de uitzending begonnen met twee horecaondernemers. Toen was je nog net niet binnen om te horen hoe het met hen gaat in deze hele lastige tijd. Want we wilden vandaag graag aandacht besteden aan ondernemen in tijden van corona. Jij hebt een winkel in de binnenstad. Lades, Friese straat, hè? Dat klopt. Het lijkt mij geen makkelijke periode op dit moment. Dat is waar. Het is geen gemakkelijke periode. Het is een bijzondere tijd natuurlijk. En het duurt al even. Ja. Het eerste deel van de uitzending heb ik natuurlijk gemist. Maar in maart was het een onwezenlijke situatie natuurlijk. En toen gingen de winkels dicht. Mm-hmm. Het heeft heel veel kanten deze tijd. Ja, maar als we bij maart beginnen, want je zegt toen gingen de winkels dicht. Ik vond dat best onduidelijk in die periode, want ik merkte dat er winkels waren die niet dicht gingen. Ik merkte dat er winkels waren die wel dicht gingen. Ieder deed maar wat waarvan ze zelf dachten dat het beste is. Ja, dat klopt. Het was ook wel een spagaat waar we in terecht kwamen. Want de boodschap was vooral natuurlijk van blijf thuis. Doe alleen wat noodzakelijk is. En dat werd er zo ingeprent bij ons allemaal. Mm-hmm. Dat ik ook ooit in mijn winkel stond van wat doe ik nu eigenlijk? Ik verkoop, oneerbiedig gezegd, kraaltjes en sjaaltjes. Als je de boodschap meekrijgt. Doe je eigen winkel wel een beetje tekort. Ja, dat weet ik. Maar als de boodschap is, doe alleen wat hoogst noodzakelijk is. Ja, dan klopt het eigenlijk niet om dat soort winkels te bezoeken. Dan moet je naar de supermarkt en dan. Dan houdt het al heel snel op. Misschien naar de Ethos voor de paracetamol. Mm-hmm. Maar. Dus dat was ook een hele lastige tijd. Je zegt dat je het onduidelijk vond. Ik vond eerlijk gezegd de periode nu waar we nu in zitten misschien nog wel onduidelijker. Vooral na de persconferentie waarin gezegd werd van dat Dordrecht het heel slecht deed. Ja. Ik heb nog nooit zo vaak Dordrecht in 10 minuten op televisie horen noemen. Ja, was niet iedereen in Dordrecht blij mee? Nee, ik ook niet. En, en toen dacht ik van doe dan die stad dicht. Want dit is helemaal eigenlijk niks. Dan heb je een lege winkelstraten. En dat vond ik eigenlijk pas onduidelijk. Ja, ik snap dat je dat ook onduidelijk vond. Vind ik overigens ook. Hè. Want de keuze om wel of niet open te zijn als winkel ligt dan toch bij al die individuele winkeliers. Ja. Dus dat maakt het best heel lastig. Want ik neem ook aan dat er een afweging is van het open doen van mijn winkel kost ook geld. En wanneer is dat nou nog rendabel? En wanneer kun je beter besluiten van hou hem even dicht? Dat is waar, maar natuurlijk kost het geld. Maar in Dordrecht heb je zoveel kleine winkels, zoals ook de mijne. En wat doe je? Je besluit om alleen nog maar alleen te werken. Dus, en iedere euro die binnenkomt, die probeer je toch mee te pakken. Mm. Omdat er wel regelingen zijn voor ondernemers. Ja. Maar die zijn zeker niet toereikend. Ja. En dus je hebt eigenlijk geen keus. Je bent open en je bent uren ook alleen in die winkel. En nu moet ik wel zeggen, op dit moment gaat het weer wat beter. Hè? Het trekt weer iets aan. Ja. Maar ondertussen krijgen we weer het bericht van het is te druk in de stad. Ja, dat heeft me zeer verbaasd. Dat was volgens mij afgelopen weekend. Of het weekend daarvoor alweer. Het weekend van Black Friday. Rondom Black Friday. Dat er ineens het heel erg druk in de stad was. Dan denk ik vooral bij grote ketens die Black Friday heel erg doen. En dat leidde tot een soort actie dat ineens die hele binnenstad leeggeveegd moest worden. Was het gevoel erbij een beetje? Ja, dat was een hele bijzondere actie, vond ik. Het was waarschijnlijk heel druk op de Sarisgang. Daar heb je natuurlijk een enorme markt.
Ja. Hè, die aan twee kanten opgesteld is, neemt heel veel ruimte in. En daar zitten ook juist de grote winkels die met Black Friday grote acties hebben. En ik hoorde om 3:50 dat om 3:30 de winkels dicht gemoeten hadden. Mm-hmm. En ik had een hele slechte dag gedraaid. Ik had bijna niemand gezien. Terwijl mijn winkel is denk ik 60 meter, nou misschien nog wel minder, van de Sarisgang afgelegen. Ja. Dus die, ik was blij met de klant die binnen was, maar die moest ik vragen mijn winkel te verlaten. Dus dat was wel een hele bijzondere actie. Maar ik kom dan ook eigenlijk wel gelijk op het punt dat ik denk van ja, we moeten toch iets doen. De gemeente Dordrecht werkt er ook hard aan om te zorgen dat het nu beter gaat met crowd management en dergelijke. Maar ik maak me ongerust over de stad. Onze stad bestaat uit heel veel kleine winkels. We hebben de horeca is nu dicht. Ja. En als we straks willen dat we nog steeds een goede stad hebben, moeten we er zeker van zijn dat die kleine winkels er nog steeds zijn. Ja. Want anders hebben we straks geen aantrekkelijke stad meer, ook niet voor die horeca. We moeten echt ervoor zorgen dat we met elkaar een aantrekkelijke stad hebben. Nou ja, ik snap wel dat probleem natuurlijk. Ik bedoel, die horeca dicht is überhaupt in de binnenstad gewoon bijzonder lastig. Ik bedoel, je weet dat ik ook in een winkel sta. Ja. De meeste vragen die de klanten mij op dit moment stellen is waar ze naar de wc kunnen. Want normaal loop je dan even een kroeg in of ergens een horeca tentje in. En dan regel je dat. Dus de aantrekkelijkheid om die stad in te gaan is daarmee ook gewoon een stuk minder geworden. Ik denk dat het een hele goede manier is om die stad rustig te houden door de horeca dicht te doen. Want mensen kunnen misschien 2-3 uur in die stad rondlopen en moeten dan weer naar huis om te plassen. Of naar de HEMA. Maar, nee, bij de HEMA gaat dat ook niet volgens mij. Dan mag het ook niet meer. Nee, maar weet je, ik vind er zijn nog steeds heel veel rustige delen in de stad. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er in het deel waar jij werkt, dat is in de Wijnstraten, dat daar dromme mensen zijn. Nou ja, ik kwam 's avonds om 7:00 achter, toen zag ik voor het eerst het kaartje, dat wij binnen het gebied vielen. Ja, nou en weet je, er zijn nog steeds heel veel stukken in de stad die rustig zijn. Ja. En ik zou echt de Dordtenaren en de Drechtstedenaren willen oproepen om naar de stad toe te komen en er maar een sport van te maken om de rustige straten op te zoeken. Ja. Want juist in die kleine straten, daar zitten ook de leuke winkels. Ja. En de HEMA doet dat op dinsdag, doet dat op woensdag. Want er zijn natuurlijk ook nog heel veel momenten in de week dat je prima kunt shoppen. Ja. 'S middags na 4:00, prima, kom gewoon naar de stad. Het is doodstil. Ja. Geen enkel punt. Voor 12:00, ruimte genoeg. Ja, en nou zei je al, de gemeente doet wel haar best om aan crowdmanagement te doen en om te spreiden. Ik zag ook dat de binnenstadsondernemers met elkaar communiceerden nu van verruiming van openingstijden om ook aan die spreiding bij te dragen. Geeft dat nu een rustiger en een duidelijk beeld straks in die binnenstad? Of is het nog heel erg zoeken naar hoe dat nou vorm krijgt? Ja, ik denk dat het nog steeds ingewikkeld is. Verruiming van de openingstijden is ook wel een lastige. Want dat hebben we in december altijd, verruiming van de openingstijden. Maar het is stil in de stad en het is donker. En als jij met een winkel in een stil stuk zit, is het maar de vraag of dat jij ook 's avonds nog open gaat en dergelijke. Wat ik eigenlijk een ander lastig punt vind, is dat op dit moment in het centrum geen uitstalling meer mag. Dus Voorstraat Midden, Vriezenstraat en dergelijke. En ook in de Sarisgang is uitstalling op vrijdag en zaterdag verboden. En tot half januari geldt die regeling. En uitstalling even voor de kijker-luisteraar die dat niet onmiddellijk door heeft, daar valt ook een bord onder waar je even extra attentie voor je winkel vraagt. Een bord. Alles valt daaronder. Of net een item wat je. Ik verkoop veel sjaals, dus bij mij staat er altijd een rekje met sjaals tegen mijn gevel aan. Mm-hmm. En dat mag dus nu niet. En het is zo jammer, want het verlaagt de aantrekkelijkheid van de stad. Ja. En van onze straat bijvoorbeeld, in de Vriezenstraat. Dus dat vind ik wel een hele lastige. Dus het moedigt mij nog meer aan om mensen te vragen van, ook al denk je van, wat is er eigenlijk te doen in die straat? Loop er doorheen. Ja. En bijvoorbeeld, het is misschien niet helemaal corona gerelateerd, maar ik weet nog dat in de tijd dat V&D gesloten werd, dat iedereen zei van, ja, we kunnen V&D niet missen. Maar als je in de Vriezenstraat loopt
En je wilt gaan kopen wat je normaal bij de V&D kocht, dan kun je dat allemaal kopen in de Friese Straat. Ja. Het is een heel ruim aanbod. En nu ik zie jou kijken, je denkt, oh, ze is reclamepraatje Friese Straat aan maken. Nee, ik bedoel, aantal plekken, maar gewoon lokale ondernemers. Ik zat te denken van, er zijn gemeenten waar ik op de billboards zie, koop lokaal, steun je lokale ondernemers. Doet Dordrecht op dat vlak genoeg om de lokale ondernemers, want die geven toch de sjeu aan de stad. Ik vind die ketens ook prachtig, maar de kleur in de stad komt door lokale ondernemers. Ja, de ketens hebben we zeker nodig. Ja. Zeker, want dat is een stuk basisvoorziening. Maar juist al die kleine ondernemers, die maken Dordrecht tot wat het is. Mm-hmm. Maar wij, Dordtenaren, ik woon ook in Dordrecht sinds een jaar. Wij moeten er samen voor zorgen dat Dordrecht die bruisende stad wordt of blijft, of misschien nog wel meer bruisend wordt, mm-hmm, en aantrekkelijk wordt. Dus het is reuze belangrijk om die kleine ondernemers niet over te slaan en nu niet online te gaan kopen, maar toch de moeite te nemen de stad in te lopen. Ja, ja, hoewel ik ook heel veel ook lokale ondernemers zie die ook proberen met stoom en kokend water, zou ik bijna zeggen, een webshop uit de grond te stampen. Om toch buiten die fysieke winkel ook nog wat te kunnen verkopen. Ja, dat natuurlijk. Ik doe dat ook. Maar dat is, we zijn allemaal klein. Ja. En dat is nog steeds ingewikkeld om op te boksen tegen de bol.com en al die andere grote, de Zalando's. En, ja, ja, dat valt niet mee. En vaste klanten weten ons natuurlijk wel te vinden. Maar het fysiek een winkel bezoeken, ja, heeft voor veel mensen allure. En dat loont ook. Hè? Dan krijg je ook echt, dan voel je wat je koopt. Mm-hmm. En, ja. Want jij hebt ook een online shop ook in het leven geroepen. Gaat dat nu al een redelijk percentage ook van jouw omzet genereren? Of is het toch echt niet? Nee, het gaat echt om de winkel. Eerlijk gezegd veel te weinig. En mijn webshop is nu meer een voorziening voor mijn vaste klanten. Die zeggen van, ja, ik vind het toch een beetje spannend om naar de stad te komen en kijken dan in mijn webshop. Maar dat valt reuze. Het is best wel lastig om dat er echt goed op te krijgen. Ja. Dus heel, heel moeizaam wat dat betreft. Hoe zie je nou het vooruitzicht het nieuwe jaar in? Nou, ik ben ook nog wel behoorlijk optimistisch. Kijk, we weten niet wat er gaat gebeuren. Als er een echte volledige lockdown komt, ik hoop het van harte van niet, dan wordt het heel, heel erg knijpen natuurlijk met de inkomsten, ja, die er nu al nauwelijks zijn. Maar we hebben gezien van de zomer dat het herstel heel snel ging. Ja. En daar heb ik vertrouwen in. Ik moet even een heel klein vraagje aan de regie stellen. Is onze volgende gast binnen? Of, nee. Oké, want ik zat te kijken van wanneer moet ik schakelen. Maar dan schakel ik nog niet. Sorry, Francis. We moeten ook dit even kunnen regelen. Dat graag gebeurt in een live show. Als je zit te wachten op iemand. Ja. We waren bezig om te kijken naar die toekomst. Daar ben je optimistisch over gestemd. Ja, zolang die lockdown niet te lang duurt en zolang de regelingen van de overheid ons kunnen helpen. Ja. Dan, maar het is natuurlijk, ik vind het ook het allerergst voor de horeca, voor de evenementenbranche en allerlei andere sectoren die zwaar getroffen zijn. Maar het heeft een hele grote spin-off, hè? Ja. Deze crisis. Ik hoor ook winkeliers vertellen van, doe alsjeblieft een aantal weken die volledige lockdown, want dan zijn we er daarna doorheen. Ik vind het prima, maar niet in december. Want december moet de topmaat zijn voor veel winkels. Ja, natuurlijk. We hebben Black Friday is het niet geworden, terwijl dat normaal gesproken mijn één na beste weekend van het jaar is. Mm-hmm. De kerstmarkt. Ik weet niet of die dit weekend gepland stond of het volgend weekend. Hij is er gewoon niet. Nee. Ja, dus wat ik straks ga doen als ik in de winkel kom, dan hang ik aan de buitenkant zonder de grond te raken. Dus dan is het geen uitstalling. Een gezellige kerstslinger op. Ik zet de kerstmuziek aan. En ik ga toch zorgen voor een goede kerstsfeer. Ja. Maar die pieken zijn weg uit die omzet. Ja, en helpt het nu wel dat de gemeente
probeert het sfeervoller te maken, extra kerstbomen, verlichting op panden. Ze proberen wel wat te doen om die binnenstad aantrekkelijk te maken. Ja, dat is de gemeente misschien, maar toch ook zeker voor een groot deel POBD, mm-hmm. Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. En dat is een club, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een winkeliersvereniging, maar dan op een professioneel niveau, die gevoed worden vanuit financiën die door de winkeliers worden ingebracht. Ja. Dus iedere winkelier die is verplicht lid van die club. En POBD werkt natuurlijk samen met de gemeente om die stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar ik geloof dat daar ook nog wel wat uitdagingen liggen, maar ik ben op dit moment niet zo helemaal in het POBD betrokken. Nee, je bent druk genoeg om je eigen winkel te runnen en overeind te houden. Ja. Heb jij wel wensen of bepaalde dingen waarvan jij denkt van ik had zo gehoopt dat de winkeliersvereniging of de gemeente dat zouden hebben vormgegeven? Nu tijdens de coronacrisis. Ja? Ja, mis je iets in dat wat er gebeurt? Ik mis vooral gezichten. Ik heb nog nooit de burgemeester bij mij door de straat zien lopen, de huidige burgemeester. En het zou mij zo geholpen hebben als hij eens een keer door die straat liep en even bij mij binnenstapte en zei van, goh Francis, hoe gaat het nou eigenlijk bij jou in die winkel? Mm-hmm. Want nu heb ik het gevoel dat van hogerhand af in mijn portemonnee gegrepen wordt door tijdens Black Friday de boel dicht te gooien, door vorig jaar de kerstmarkt dicht te doen. En als je elkaar niet kent, dan heb je het idee dat iemand anders dat die over jou heen regeert zonder dat je daar enige invloed op hebt. Ja. Dus ik mis wel wat gezichten of misschien iemand van het stadsmanagement van de stad. Ja. En ik ben ondernemer. Ik geloof erin dat je je handen uit de mouwen steekt en erop afgaat. En zo zijn er ook wel eens bijvoorbeeld bij Dordrecht Marketing. Nu in deze crisis weet ik het niet precies, maar dat ik ook wel eens denk van doe nou eens onconventioneel. Pak gewoon een bus. Gooi die vol met flyers, rij naar alle campings en zorg dat mensen naar die stad Dordrecht komen. Ja, ja, ik bedoel, het kan daar nog een tandje creatiever. Zeker. Ja, en moeten we nu ook iets anders gaan organiseren? Nu het in deze periode stil blijft, moeten we mijlpalen of faciliteiten volgend jaar aangrijpen om weer een boost te geven in die binnenstad? Hoe moeten we daar volgend jaar mee omgaan? Moeten we een paasmarkt? Zover ben ik nog niet. Het is vooral nog een struggle om het hoofd boven water te houden. En ik vind het allerbelangrijkste dat Dordrechtenaren, dus de Dordtenaren, de mensen uit de Drechtsteden, zich ook verantwoordelijk voelen voor die stad. Mijn winkel bestaat nu 12, 14... 16, veel jaar, meer dan 15 jaar. Ja. En nog steeds krijg ik te horen van, oh, wat leuk. Zit u hier pas? Mm-hmm. En dan denk ik van, loop gewoon lekker die kleine straten in. Want dat verdient die stad. Ja, ja, dat pleidooi kan ik van harte ondersteunen. Ik bedoel, koop lokaal. En ga echt eens op speurtocht in de Dordtse binnenstad, want we hebben zoveel ongelooflijk leuke lokale ondernemers. Zeker. Echt, natuurlijk zijn die ketens, dat zeg je terecht, ook heel belangrijk om mensen überhaupt te trekken. Maar verblijf dan ook echt in die stad. Dan is die horeca weer belangrijk, want dat helpt wel om dat verblijf echt aangenaam te maken. Maar de horeca heeft ook de winkels nodig. Dat is een wisselwerking. En dat is natuurlijk het vreemde in deze situatie. Je trekt daar één bouwsteen uit, waardoor het even niet lekker werkt op de een of andere manier. Nee, dat klopt. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als we een actie kunnen bedenken waardoor we straks elkaar versterken. Dus dat die winkeliers iets bedenken waardoor er meer naar de horeca gaat en dat je meer over en weer een interactie krijgt. Ja.